Hallo allemaal. Nou, jullie kunnen niet naar het sportcentrum komen, dus ik kom gewoon even naar jullie toe. We gaan vandaag een yoga-serie doen van 20 minuten. Voor iedereen is dat toegankelijk, dus ook al heb je nog nooit yoga gedaan, misschien is dit juist je kans. En wil je niet in de volle sportschool, maar lekker even thuis alleen, komt het helemaal goed. Je hebt eigenlijk niet zo heel veel nodig. Heb je geen mat, wat ik me voor kan stellen, dan kun je misschien een vloerkleed op het vloerkleed. We gaan niet hele moeilijke, ingewikkelde houdingen doen. We gaan juist wat houdingen doen waar we even wat meer ruimte in het lichaam creëren. Ruimte in het borstgebied om wat meer te openen. Draaien voor de wervelklomp voor wat meer energie. Dus dat is een beetje het plan. Voor mij ook helemaal nieuw en spannend, maar we gaan het gewoon doen. Oké. Nou, kom in een comfortabele positie. En misschien is dit voor jou helemaal niet comfortabel, dan kun je altijd even benen strekken. Misschien zelfs gaan liggen. Moet ik jullie alleen niet vergeten weer rechtop te komen laten zetten. Oké, nou, sluit de ogen even. En voel even hoe je zit. Dus het is eigenlijk even een oefening om te focussen. Dat je de ogen sluit en even voelt van, goh, hoe zit ik in mijn lijf? Ben ik stijf? Heb ik al even een paar dagen niks gedaan? Ook al doe je maar wat kleine oefeningen, wat simpele oefeningen, dat scheelt al heel veel. En voel ook even hoe je ademt. Dus focus je even op je adem en voel iedere in- en uitademing. Volg die ademstroom en misschien stopt die ergens in dat keelgebied. Maar als je blijft focussen, voel je dat je steeds ietsje verder naar beneden kunt. En dan voel je ook steeds meer die billen stevig op de ondergrond waar jij op dit moment zit. En wees je bewust van iedere in- en uitademing. Belangrijk, je adem. En dat geeft aan of je ruimte hebt in je lichaam of dat je alles op slot zet. Laten we in ieder geval het lichaam open houden. En dan gaan we rustig wat beweging maken. Verbind iedere beweging. Probeer je de adem te verbinden. Dus inademend ga je heel rustig een cirkel maken. Die hoeft niet heel groot, maar je voelt dat je het lichaam in beweging zet. Vooral vanuit dat bekken. Dus je ademt in. En maak die cirkel. En het hoeft allemaal niet heel mooi. En je mag ook die ogen onderweg openen. Als je denkt, hey, dat vind ik prettiger. We gaan wat meer in beweging. Dus ja, dan wil je ook wel kijken wat je doet. En van daaruit gaan we ook even de andere kant op. Dus inademend naar voren. En uitademend naar achter. Ik hoop dat jullie me allemaal verstaan. En nog een keer in. Naar voren. En uit naar achter. En dan kom je weer helemaal in het midden. En dan willen we ook even het hoofd en die nek en die schouders even losmaken. Dus beweeg rustig je hoofd even van de een naar de andere kant. Dus even rustig over je rechter en over je linkerschouder kijken. En datzelfde, dat doe je ook even met je kin richting je borst. En lift je kin even omhoog. En kin richting je borst. En lift je kin even omhoog. En de laatste kin richting je borst. En dan ga je door in een halve cirkel voorlangs. Voorlangs. Ja, er zijn wat geluiden op de achtergrond. Het hoort er allemaal bij. En heel rustig beweeg je het hoofd heen en weer. We zijn nog steeds op de sportschool, hè? Dus misschien zou je denken, het is nu helemaal stil, maar er is nog steeds beweging. En breng het hoofd weer helemaal recht. Oké,
Maar we gaan de schouders een klein beetje openen, het borstgebied openen. Dus je brengt je armen opzij, je ademt in, nou, open het borstgebied. Als je heel veel emoties en angst vastzet, dan voel je dat dat echt in je borstgebied vast gaat zetten. Dus het is belangrijk dat we het open houden. Dus we ademen in. En je rijdt met het borstbeen omhoog. En je ademt uit en je omhelst jezelf. En je maakt je helemaal rond. Ik hoop dat jullie me nog verstaan. En nog een keer adem in. En adem uit. Andere arm voorlangs. En nog één keer in. Open en voel dat je die beweging steeds groter kan maken. En rechterarm. En natuurlijk ook nog een keer linkerarm. Adem diep in. En uitadem het andere arm voor. En van daaruit breng je de armen via de zijkant omhoog. En gaan we door in een twist. Nou, als we naar een twist gaan en je zit op een verhoging, misschien vind je het prettiger om die even weg te halen. Dat kan. Dan doe je hem even aan de zijkant en dan kom je op je billen zitten. En dan maak je je lang. En een twist wil je nooit vanuit een ronde rug doen. Wil je vanuit een verlenging doen. Je ademt diep in. En op een uitademing draai je en kijk je over je linkerschouder. Ja, af en toe doe ik even mijn gezicht naar jullie toe, anders verstaan jullie me misschien niet. Dus je kijkt over je linkerschouder en je blijft hier voor 3 in- en uitademen. En wat gebeurt er in een twist? Jullie kunnen gewoon doorgaan. In een twist stimuleer je de organen in de buik. Je draait, de adem gaat door, dus je voelt dat daar een soort massage ontstaat voor de organen. Dus je ademt diep in. En uit. En een rustige in- en uitademing, want dat kalmeert het zenuwstelsel. Laatste diep in. En dan op een uitademing kom je terug in het midden. En lift je de armen omhoog. En gaan we naar de andere kant. En rijk ver weg. Inadem het verlengen, ruimte tussen de wervels. En maak een draai. En blijf hier even zitten voor 3 in- en uitademen. Ook goed voor die spieren langs de wervelkolom. Geeft energie, ook die energiebanen die daar lopen. Dus die creëer je even wat meer druk. Adem diep in en uit. Lift iets vanuit je onderbuik. En dat je echt voelt dat die organen even een boost krijgen. Dus verse bloedtoevoer terug als je er helemaal in het midden komt. Heel goed. Oké. En dan mag je doorkomen op je handen en je knieën. Je brengt de benen naar achter. En misschien ga ik af en toe even via de zijkant, zodat je het kunt zien. Op handen en knieën. Knieën onder de heupen. En op een uitademing maak je je rond. En op een inademing open je in dat borstgebied. Ja, dus dit is de beweging vanuit de zijkant. Zodat je ook dat lichaam weer even helemaal los kunt maken. Adem. Ik ga even rechtdoor naar voren. En ik ga even door. Ja, dus nog 3 keer. Maak je zo rond mogelijk. En op een inademing open. En 2 keer nog. Maak je rond. Voel de beweging die er ontstaat vanuit je stuit. Naar je kruin, daar tussenin, daar bewegen. Heel goed, laatste keer. En inademend, verleng dan de wervelkolom. Dan breng je de tenen tegen elkaar aan. En dan breng je de knie even naar buiten. En dan zou je even naar Child's Pose kunnen gaan. En Child's Pose is een houding dat je je lang naar voren maakt. En je creëert ruimte ook weer hier tussen die wervels. Nou, ik hou mijn hoofd even omhoog, zodat jullie mij goed kunnen horen. We lopen een klein stukje met de armen naar rechts. Je linkerhiel, of je linkerbil, dat doe ik in de les ook altijd, precies verkeerd doen. Linkerbil richting je linkerhiel. Nou, voel een diepe stretch helemaal naar je linkerkant. Ja, dus je linkerkant. Adem breed, adem diep. Geef de ruimte aan die longen. Ja, dus diepe in- en uitademing. En jullie mogen natuurlijk gewoon je hoofd naar beneden houden.
Ontspan vooral dat hoofd, geen spanning in je nek. En van daaruit loop je door het midden naar de andere kant. Rechterbil richting je rechterhiel en voel een diepe stretch helemaal langs de rechterkant van je lichaam. Die tussenribspieren, die ademhalingsspieren, die je even op rek brengt, zodat je ruimte creëert voor je longinhoud. Hè? Dat je diepe in- en uitademing creëert. Adem breed. En van daaruit komen we terug in het midden. Nou, op je handen en je knieën. En we gaan naar een downward facing dog. Dat is even een houding waar je de hele achterkant van het lichaam strekt. Als je dat moeilijk vindt, niet prettig vindt, te veel spanning of stress ervaart in je schouders, nek of je polsen, dan blijf je gewoon hier op je knieën. Dan hou je de heupen omhoog. En dan stretch je even op deze manier. En anders ga je mee in de downward facing dog. Van recht gezien zirkelt het hoogste punt, hoofd helemaal ontspannen. Vanuit de zijkant gezien, spreid goed je vingers, zitpotten omhoog, hoofd ontspannen. Je mag altijd je knieën buigen. En als het belastend is voor je onderrug, dan buig je gewoon iets de knieën. Dat is belangrijker dan het plaatje. En van daaruit loop je de houding even uit. Ja, dus om en om breng je de hielen richting de grond. Activeer die buikspieren. Adem goed door. Diepe in- en uitademing. En als je nog op je handen en je knieën bent, dan loop je nu rustig omhoog met je handen richting je knieën. Als je in je downward facing dog bent, dan kun je die handen en die voeten elkaar tegemoet laten lopen. En dan hang je hier even helemaal uit. Probeer je hoofd echt te ontspannen. Dus ellebogen pak je vast en je voelt dat middenrif. Wordt eventjes naar binnen gebracht, waardoor je echt gefocust of echt geforceerd op je uitademing moet letten. En uitademen betekent loslaten, dus probeer zoveel mogelijk alle spanning in je lijf los te laten. Ja, dan blijf je hier nog even voor 3 in- en uitademen. In stilte. Vandaaruit laat je de ellebogen los, buig de benen, buig de knieën, kom op je handen, kom op je knieën en breng dan de benen naar voren. En van daaruit mag je die benen strekken, zodat we nog even naar het onderliggen werken. En je mag, als je moeilijk vindt om naar een vooroverbuiging te gaan, je voelt dat je te veel vanuit je rug doet, buig dan meer je knieën. Dan heb je wat meer ruimte om te zitten. En buig dan eventjes naar voren. Ja, dus je kan je knieën maximaal buigen. Het gaat er niet om dat je je knieën helemaal moet strekken. En voel ook hier weer die strekking. Misschien kan je wel al ietsje meer die benen strekken. Dan buig je. Steeds ietsje meer voorover. Laat de zwaartekracht zijn werk doen. Voel de strekking aan de achterkant van de benen. De hamstrings. Maar vooral vanuit lengte. Niet vanuit je onderrug. Ontspan je hoofd. Adem. Allerbelangrijkste dat je goed doorademt. Iedere uitademing voel je dan ook dat je wat zwaarder wordt en dat je wat meer in de houding kunt laten zakken. Laatste, diepe in- en uitademen. En van daaruit rol je rustig weer omhoog. En plaats je je rechterbeen over.
over je linkerbeen. En dan gaat het er niet om dat je die zo ver mogelijk naar je toe moet brengen, maar dat je een twist kan maken. Dus als jij last van je knieën hebt snel, dan wil je natuurlijk niet je benen maximaal, je knieën maximaal buigen. Maar dan houd het gewoon iets meer naar voren. Nou, om wat meer lengte te creëren, brengen we de linkerarm omhoog. Je rechterhand plaats je achter je. Je ademt in, je verlengt. En op een uitademing gaan we echt een diepe twist maken. Je kunt je arm aan de buitenkant van je rechterbeen plaatsen. Of je kan je arm om je been plaatsen. Wat je zelf prettig vindt, zeker niet forceren. Maar probeer altijd de ruimte te houden om te ademen. Ja, dus je ademt in. En op een uitademing gaat je blik weer over je rechterschouder. Onderbuik is in. Schouders zijn ontspannen. Ik kijk naar voren, jullie kijken over je rechterschouder. Laatste diepe in. En op een uitademing kom je terug. En plaatsen we de benen naast. En wisselen we andere kant. Linkerhand, rechterarm omhoog. Adem diep in. Adem uit, ook hier weer de buiten of er omheen. En in. En blik over je linkerschouder, met je schouders zo ver mogelijk ontspannen. En voel dan die buik. Dus als je je draai maakt, voel dat je in- en uitademt. Nog steeds een beetje via je buik. Het masseren van de orgaan. Diepe in- en uitademing. Ik kijk even mee over mijn linkerschouder. En ik adem nog een keer diep in. En op een uitademing kom je weer terug in het midden. En dan plaats je handen achter je. Schud de benen even los. We hebben nog een paar minuutjes. En ik wil jullie niet onthouden dat een shavasana, een eindontspanning, heel belangrijk is. Na een yoga practice. Niet dat je meteen je dagelijkse dingen weer gaat doen. Maar dat je dat lichaam ook even ontspant. En alle processen weer op gang kunnen komen. Dus je mag zo comfortabel mogelijk komen liggen. Ik ga zo weer zitten. Maar zo ontspannen mogelijk. Met je hoofd, als je iets in je haar hebt, doe het even los. En zorg dat de achterkant van je hoofd echt op de mat is. En ik praat je die er doorheen. Je billen breed op de mat. En laat de houdingen die we hebben gedaan even doorwerken. Voor een minuutje, niet te lang. Als je meer tijd hebt, kun je nog langer blijven liggen. Maar voel even dat je de achterkant van je lichaam in een mat laat zakken. Je schouderbladen breed, de adem naar de buik. En wees je bewust van alle sensaties. Wat gebeurt er? Misschien is het de eerste keer dat je yoga hebt gedaan. Wat gebeurt er in dat lichaam? Adem rustig in en uit. Natuurlijk altijd nog wat langer blijven liggen. Maar uiteindelijk gaan we die vingers en die tenen weer bewegen. Je plaatst rustig de voeten weer op de grond. En via de rechterkant of links, kan ook. Wat voor jou comfortabel voelt. Kom je weer omhoog. En sluit je even de ogen en plaats je de handpalmen tegen elkaar aan voor het borstgebied. En het enige wat je even wil bereiken met dit gebaar, is wat dat voor jou teweeg brengt. Is dat een manier van rust, een manier om even tot jezelf te komen en volledig met al je aandacht bij jezelf bent? En voel alles even na. De houdingen die je net hebt gedaan. En dan breng je weer rustig je kin richting je borst. Je opent de ogen. Je brengt het hoofd weer helemaal rechtop. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze les. Ik hoop dat jullie het fijn vonden. En dat het allemaal een beetje goed over is gekomen.
Zorg goed voor jezelf. Eet gezond. Blijf bewegen. En we zien elkaar hopelijk heel snel weer. Dank jullie wel.